geruchtmakende rechtszaak ooit te worden. Morgen staat Volkert van der G. voor de rechter. De man die al bekend heeft dat hij Pim Fortuyn heeft vermoord. Hans Smolders, de toenmalige chauffeur van Fortuyn, zal op verzoek van de familie ook bij de zitting aanwezig zijn. Dankzij hem kon van der G. vrijwel direct na de aanslag worden opgepakt. Wat foto's en de bril van de vermoorde politicus zijn de enige tastbare bewijzen van de tijd die Smolders met Fortuyn heeft doorgemaakt. Hij kende hem van zijn columns en tv-optredens. Hij was zo onder de indruk van Fortuyn dat hij contact met hem opnam. 4 weken lang reed hij Pim door het hele land tijdens zijn verkiezingscampagne. Zo was hij die bewuste 6 mei vorig jaar ook op het Mediapark. We zijn 's morgens weggegaan en ja, het gewoon fluitend. En we hebben onderweg langs de weg met de grote bel chips gezeten. Met een maltvrij biertje en een colaatje erbij. Voordat we naar het Mediapark gingen. Hij dolde nog in het laatst in de uitzending van Ruud de Wild met me door mijn telefoonnummer aan Ruud de Wild door te geven. En dan in die uitzending in één keer te betrekken ging mijn telefoon over zonder dat ik dat in de gaten had. Dus het was heel relaxed. Smolders wachtte buiten tot de radio-uitzending op Radio 3 was afgelopen. Fortuyn kwam met enkele mensen naar buiten en op het moment dat de chauffeur de autostoel verstelde hoorde hij pistoolschoten. Ben ik eigenlijk snel uit die auto gegaan. En toen zag hij dat en toen draaide hij ook snel om. En toen schoot hij nog één keer in de grond uit een schrikreactie en toen is hij gaan lopen. Terwijl Smolders van de G achtervolgde, belde hij de politie. Zo kon de verdachte al bijna meteen worden aangehouden. Nu, een jaar later, koestert Smolders geen wrok tegen de verdachte. Wel is hij nog steeds woest op de toenmalige premier. Hij is 100% verantwoordelijk. Hij moet ook de straf krijgen die daarop staat. Maar ik zit zelf inwendig nog het meeste met het onrecht dat Pim is aangedaan. Die haatcampagne die om hem heen is gecreëerd, daar kun je niet loszien van het volk het geschoten heeft. Dus de medeplichtigen lopen nog steeds rond. Die krijgen nu koninklijke onderscheidingen. Die zitten nu bij de ene na de andere multinational zitten ze binnen, terwijl dat ze vakbondsman waren. Dus Wim Kok, die heeft ook geen enkele verantwoordelijkheid genomen om te ontkrachtigen dat Pim geen racist was. Zelfs na zijn dood nog niet. Hij heeft gewoon zijn standaard briefje genomen van ik ben kapot. He, dan krijg je wat tekst en dat was het. Volkert van der G veroordeeld. 18 jaar komt neer op ongeveer 11 jaar zitten nog na aftrek van voorarrest en de gebruikelijke vervroegde in vrijheidstelling. Erik Bootsman en Mirjam Heijnga waren bij de uitspraak. De rechtbank in Amsterdam deed vanmorgen om 10 uur haar uitspraak. Voor betrokkenen en nabestaanden was het vandaag de dag des oordeels. Wat ik ervan verwacht is dat de rechtbank net zo overtuigd is als de officier van justitie en gaat voor levenslang. Ja, maar terwijl ze weten dat er een hoger beroep ingesteld gaat worden. Ja. En het risico dat ze wellicht op de vingers getikt worden. Ja, levenslang, dat betekent waarschijnlijk zeker een hoger beroep. Ja, maar linksom of rechtsom, ik denk anders dat de officier van justitie het doet. Die was zeer overtuigend en bovendien de argumenten die hij voor heeft, die zijn natuurlijk ijzersterk. En het is een precedent wat nu is. En hij heeft gewaarschuwd voor de herhaling. En wat heel belangrijk is, wat niet gemeld wordt, ook in de media niet, is dat er ook nog een bedreiging plaatsgevonden heeft op Hans Smolders. De chauffeur van Pim Fortuyn. De chauffeur van Pim Fortuyn. En het feit dat meneer V. van der Graaf niet eerder voor een soort gelijk drukte is opgepakt, wil niet zeggen dat hij niet daar ooit was wat mee te maken heeft gehad. De experts denken allemaal van nou, levenslang, dat zit er niet in. Ja, maar het is een technocratische benadering. Nou, ik verwacht dat ze de officier van justitie zullen volgen. Levenslang dus? Ja. De experts zeggen van nou. Ja, maar dat is een technisch verhaal. En er zijn een hele hoop dingen die hier in dit land moeten veranderen. En laten we daar nu maar eens mee beginnen. En laten we duidelijk zijn dat dit nooit meer voor mag komen. Ja, want men verwacht ook, tenminste de broer van Pim Fortuyn, Simon, die zei net van nou, ze vergeten dat ook er nog bedreiging op het leven is geweest van u, van Hans Smolders, de chauffeur. Ja, ook dat. Maar als je dit alles bij elkaar neemt, dan is het zo bizar. En zo, de democratie is gewoon op dat moment een slag toegeslaan. Daar zitten we nu nog mee. Je ziet het nu. Men dacht dat Pim een playfiguur ging staan. Maar ik denk dat hij de enige was die dit land nog op orde kon brengen. Ja. Oké. Succes. Je wil de getuige zijn van het proces. Dit is toch het gevolg van een haatcampagne die er gevoerd is. En dat doet me eigenlijk het meeste pijn. Ja. Hoe voelt het om je straks weer oog en oog te staan met een man die u heeft hem als laatste nog in vrijheid gezien? Ja, maar daarom is het ook zo dubbel, omdat ik weet dat dit het gevolg is van iets wat ervoor is gebeurd. En bijna niemand hebt het ervaren, alleen je zit samen met Pim in die auto.
En dan gebeurt het toch. Ja. Maar goed, we zullen kijken. Wat verwacht u van vandaag? Dat nu naar buiten komt hoe hij op die gedachte is kunnen komen. En daar, ik denk dat Wim Kok daar een groot aandeel in heeft. Waarom? Ja, waarom? Je hebt het op tv kunnen zien. Hij heeft olie op het vuur gegooid, hij had moeten nuanceren. Had die angel eruit moeten halen. Wim was geen racist. Dus, oké, sorry. Wat moet de eis zijn, meneer? Levenslang.